Nee. Waar ik kort aan tour is terug in Spanje. En het eerste dat ik altijd toe, of dat ik nu in Spanje ben, of dat ik nu in België ben, wordt dan ook eerste heel belangrijk. Het eten van een banaan en straks een warme koffie. Het tweede dat ik doe, alle dagen, verse banaan op je nuchter morgen, dat niet die gezonder is. Vandaag wordt een hele bijzondere dag, want we gaan vanavond gaan eten naar El Roser. Wij vertrekken op studiereis. Santé, een lekkere warme koffie. Banaan zorgt voor de goede vitamine. Heel belangrijk. Ik heb enorme hernia's. Dus ik heb er hier 3 of 4 of 5 in mijn pentaal kwijt. En ik heb heel veel tintelingen in mijn hand. En door die banaan heb ik de juiste vitamine aan boord om dat te verminderen. Dus geen medicatie, maar wel gezonde voeding. Koffietje, dat zorgt voor mijn darmflora. Mijn darmflora goed op te starten. Heel belangrijk dat alles van gisteren gepasseerd is en dat we kunnen starten aan een nieuwe opbouw van ons voedingsstelsel. El Soler is een restaurantje. Als je een beetje research doet online, ga je het soms wel vinden als een 1-sterren restaurant. Ik vermoed dat dat vroeger zo geweest is, maar nu op vandaag staat in Michelin zonder ster, maar is wel sterk aanbevolen. Schijnt een fantastisch zicht. Op de hoek van een rots, eigenlijk in Estartiet, met een prachtig zicht op de zee, de Middellandse Zee. Straks meer. Kijk er naar uit. Kleine correctie, het is niet El Soler, maar El Roser. Je ziet dat nog direct, dat nog moet waar komen. Zeg, kom toch, ik kan niet laten van te komen kijken. Ik ben even met de bedankt vanavond, maar niet. Zie je, ik had de laatste vlag daar, en die geeft. Daar is het. Daar gaan we vanavond genieten. Van iets lekkers. Kijk er naar uit. Voilà, vandaar komen wij gevaren, dus van Ampurria Brava, zover als wij kunnen kijken. Hier, daar juist lag ik met mijn bootje door, aan het kijken naar die Catalaanse vlag. En dat is hier dat we moeten zien. El Soler in La Escala. Een vissersdorpje, oorspronkelijk, maar nu toch wel gigantisch toeristisch. Geëxplodeerd. Gespecialiseerd in de anjovis. Dus dagelijks komen er in die haven daar verse anjovis hier gevangen binnen. En is gekend, hè. Dus in ieder restaurant wordt er gewerkt met verse anjovis. Uiteraard gezouten, gerookt, alle soorten. Bij ons ook, hè. De gerookte anjovissen die komen van La Escala. Volasse, El Soler in Ronda de Lola. Daar gaat het gebeuren vanavond. Kijk, ik hier gereserveerd en koop ik. Hier ze, El Roser. Met messo's aan, El Soler en El Roser. Dos. Ik hoop dat ze mijn prachtige tafel hier nemen. Ze. Godverdomme. Het zegt ook wel wat, hè. Zeg. C'est par bouteille? Perlada. Sí, ici. De región de Imperdón. Super lekker. Hier is de anjovis van La Escala. Ja. Ze starten natuurlijk met de specialiteit van de stad. Kijk eens, dat is een bouillabaisse. Perfect, man. Wauw, dat ziet er wel super lekker uit. Ja, dat is hier zo'n escargot en een mooie serviet. Ja, dat is een beetje met dat sausje. Ja. Die 40 jaar.
te la vas a comer. Calamares, typisch lokaal. Lekker, lekker, verse calamares. Fried fish, zo had ik het echt niet gepast. Dat vind ik zeer fantastisch. Ik had er echt van geluk. Ik heb proef. Ja, riekt dat echt dat dat gerild is. Gerild is koud. Dus. Dat was geen vrij lekkere olijfolie. Vrij lekker. Wat er mee opvalt, dat alles zo vers proeft. En eigenlijk is het normaal. He. Ik weet niet of hij het helder wordt, maar ik word de zee. Dat is de zee. Dat proef je gewoon. Echt vrij lekker. Lekkuto. Dat is geen mest, hè? Dat is super lekker. Ik weet het. Kom maar neer, dat is veel lekker, dat is super vers, maar ik vind het een klein beetje zot als je dat hebt. Dat gaat nog zo goed zijn. Oh, en dat is koud, je moet er echt aan zeuren, dat is koud. Super lekker. Poco de sel. Cepietas. Ze werken met fantastische lekkere olijfolie. Een beetje look erbij, lekker. Daar is dat gebeurd, een prachtige plek op de terrassen. Ja, met een hondje mee en we mochten niet binnen. We vonden dat spittig, maar aan de andere kant, terwijl we die lekkere vis aan het zien, luisteren we constant in de achtergrond het geluid van de ruisende zee. Kijk daar, zeg. Fantastisch, man. Kijk hier, heel de baai. Ongelooflijk. Prachtige avond. Allemaal witte sterren in de hemel te zien. Ik schat 23 graden nog. Mooi, ideale temperatuur om buiten te zitten. Met een constante tapas heen. Zo echt sharing, hapjes, constant. Het ene na het andere, echt lokale gerechtjes. Heel simpel, eenvoudig, maar super vers, super lekker. Alleen een klein tipje zout voor mij heeft wel de meerwaarde. En die mensen hebben een ster gehad, maar ik begrijp nu ook waarom ze kwijt zijn. De uitleg, de service is iets. Ja, ander, ja, we zijn meer gewend. De uitleg zou wel wonderen doen. Ze zetten gewoon die lekkere vis klaar, ze hebben er niks bij. Dat is wel jammer. We gaan nu overgaan tot iets grotere visjes. Hopelijk. Ik heb ze toch besteld. Want ik moest dan een keer wandelen tussen de hapjes en zo. Ik vanavond gaan eerst een keer je beentjes trekken. Een prachtige promenade in La Escala. Echt waar. Zeer een aanrader. Echt waar. Ik ga onbeliefd zijn, ik ga een beetje zout doen zonder dat ik proef, moet eigenlijk eerst proeven. Maar ik heb de ervaring in de grens, dus dat is een klein beetje tweede zout. Zeekomkommer, daar ben ik benieuwd naar, want ik ken dat eigenlijk niet. Ja, daar zit het duur mee, dat is niet. Ja, ook een gild. Het werkt ook met fantastisch lekker leven. Lekker! Hier zijn de lagoustientjes. Ik heb als afsluiter in me genomen dat takkie van Tonink. Ik ga nu eentje drinken bij de dessert. Een perelada wijn dat ik persoonlijk niet ken. Van 12 jaar oud, Vella Reserva en Porta Carnacha de Lemporta. Ik ben benieuwd. Ja, dat is hij. El Roser nummer 2 in La Escala. De lat lag iets lager, mag ik zeggen. Het heeft me gesmaakt. Ik heb sowieso iets bijgeleerd. Ik leer altijd bij. Maar het volgende bezoek dat we gaan doen, zal alles overtreffen. Ik kijk er echt naar uit, maar dat is voor later.